En toen vroeg ik van nou, hoeveel van die toeslagen zijn stopgezet tussen 1 oktober en nu? En het antwoord was nul. Dag meneer Omtzigt, goeiedag. Nou, dan kan u wel van het ene dossier afhalen, maar dan bijt u zich wel weer vast in het volgende. Want wat heeft u onderzocht? Een paar jaar geleden heeft de regering gezegd, wij voeren een wet in die ervoor zorgt dat uitreizigers geen toeslagen, geen studiefinanciering en geen andere ondersteuning uit Nederland kunnen krijgen. Die wet is op 1 oktober ingegaan. En toen vroeg ik van nou, hoeveel van die toeslagen zijn stopgezet tussen 1 oktober en nu? En het antwoord was nul. Als dat waar is, slaat het nergens op. Een wet moet uitgevoerd worden, punt. Dat geldt voor u, voor mij en helemaal voor de overheid. Maar hoe zou dat nou zo komen dan? Hoe kan dat nou? U bent van de coalitie. Ja, dus wij gaan overal over waar je zegt. Wou ik wel zeggen, ja. En wij kunnen alles regelen. Nee, als wij dit, wel de bedoeling. Als wij dit zouden kunnen regelen, dan heel graag. Want dat is natuurlijk bizar. Want het gaat dan voornamelijk om de jihadgangers, hè? Ja, het gaat om mensen die zich bij ISIS aansluiten. Of daar hand- en spandiensten verrichten. Daarvan hebben we al in 2014, 2015 gezegd, ja, daar zijn toeslagen niet voor bedoeld. En ik mag toch hopen dat het ondertussen allemaal stopgezet is. Maar dat antwoord, dat verbaasde mij. Als je zelfs in Nederland niet mag bijverdienen in je uitkering, dan lijkt me dat dat bijklussen in Syrië helemaal onwenselijk is. En niet alleen vanuit een uitkeringsperspectief, maar ook gewoon vanuit de instabiliteit die je daar in de regio brengt. Ik bedoel, het is trouwens een bende.